Jimmy Woo. Deze deur scheidt de hip, healthy en wealthy van het gepeupel. Als je hier voorbij de vrouw komt die de belangrijkste baan, volgens sommigen heeft van Amsterdam, namelijk de doorbitch van Jimmy Woo, dan hoorde je erbij. Of hoor je erbij. Nou, tegenwoordig hoort er niemand bij, want niemand mag binnen. Maar ik sta vandaag als enige tijdens de lockdown op de gastenlijst. Op naar Jimmy Woo. Hey, ik ben Kluun. Het is lockdown, maar ik sta toch op de gastenlijst. Nou, vooruit. Oké, gezellig. Ik zal netjes achter jou aanlopen op 1,5 meter. Of binnenkort 3 zelfs, weet ik veel. Ja, dat, hè? Hè, wat is dat, hè? Wat een leegte, hè? Ongewend. Ja, nou, ben je nog niet gewend? Nou, we zijn ondertussen gewend, maar zodra je hier binnen bent... Ja, dan word je een beetje triest, hè? God, ja. Oh. Hey, fitness? Ja. We lopen er gewoon langs. Ja. In deze tijd zijn wij ook maar innovatief gaan denken. En dan vooral Casper Reiner, de eigenaar van de club. Ja. En we hebben nu een sportschool in de Jimmy Woo. Je verhuurt de Jimmy aan een sportschool. Ja. Ja, tragisch eigenlijk. Ja, hè? We hadden dit nooit gewild, maar we zijn er heel erg blij dat we in ieder geval deze optie nog hebben om iets te doen. Ja, je hebt gelijk. Nou, kom, mogen we naar binnen? Ja, tuurlijk, zeker. Welkom in Jimmy Woo, de sportschool. Jimmy Woo, de sportschool versie. Ja. Hallo. Bizar, hè? Het is surrealistisch. Ja. Het is echt surrealistisch. Ja. Dus de drangen staan nog. Achter de tafel. Als een soort spookstad die ineens inderdaad, uit een Lucky Luke strip, ja. Die ineens leeg is en nu een sportschool is. Jimmy Woo is een sportschool geworden. Oktober 2003. Een gefortuneerd zakenman strijkt neer in Amsterdam. Dat wil zeggen, hij komt niet zelf, maar hij stuurt zijn vazallen. Die delen mee dat Mr. Woo van zins is om hier in Amsterdam een horecagelegenheid te beginnen. Niemand weet wie die is. Alle communicatie verloopt via zijn mensen. Op Google levert de zoekopdracht Jimmy Woo plus Hong Kong een interessant profiel op. Jimmy Woo is een businessman, maar wordt ook in verband gebracht met opiumhandel. En hij is kung fu grootmeester. Dat is nog eens andere koek. Een week voor de opening ontvangt Hip Amsterdam een persoonlijke boodschap van Mr. Woo voor de openingsavond. Het adres van de hipste club binnen de stads- en dus landsgrenzen blijft geheim. Rijkhalsend wordt uitgekeken naar de opening. Amsterdam snakt naar een nieuwe Roxy. It, Richter, Matzo, waar is het? Hoe ziet het eruit? En vooral, wie is in godsnaam Mr. Jimmy Woo? Ondertussen worden in het geheim 2 verdiepingen van een pand in de onbeduidende Korte Leidse Dwarsstraat tot club verbouwd. Aan het eind van de openingsavond, waar hip, healthy en wealthy Amsterdam zich laaft aan de cocktails die Mr. Woo op de kaart heeft gezet, is Mr. Woo zelf nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Hij zit ergens vast op een vliegveld, heet het. Hij is er al wel geweest, want door de kleine raampjes bij de garderobe is te zien dat de zwarte zijde lakens van zijn slaapkamer, gevestigd in een zijkamer van de club, beslapen zijn. Meteen is de club de hype van Amsterdam en iedere avond staan er honderden mensen te bedelen bij de doorbitjes. Soapsterren, voetballers, tv-personalities, de crew van Ocean's 12, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. En iedereen die mooi, jong en strak is, is niet weg te slaan bij Jimmy Woo. Alleen Jimmy Woo zelf laat zich nooit zien. De belangrijkste reden daarvoor is dat Jimmy Woo niet bestaat. De echte Jimmy Woo heet Casper Reinders. En hij is geboren in Amersfoort. Ja, zegt Casper, ik verzamel de Chinees antiek en het leek me wel leuk om daarmee een club in te richten en er een clubeigenaar bij te bedenken. Een VIP-club Amsterdam-style. Ik zocht een Engels-Chinese naam, een beetje Hongkong-gevoel en kwam zo op Jimmy Woo. Tot zijn verbazing zag ik dat van de 1,3 miljard Chinezen niemand de naam Jimmy Woo had geclaimd. Dan maar all the way, dacht ik, zei Casper. We maken visitekaartjes, een website in het Engels en in het Chinees, een antwoordapparaat met zijn stem, hele dure lucifers en potloden met mooie laklagen met Chinese wijsheden erop. En die schreven we allemaal toe aan meneer Jimmy Woo. In de eerste weken probeerden echt allerlei maloten binnen te komen door te zeggen dat ze Jimmy persoonlijk kenden. Mensen in de club beweerden dat ze Mr. Woo net in zijn limo voorbij hadden zien rijden. De Telegraaf kwam voor een interview met Mr. Jimmy Woo. Casper Reinders ontving de journalisten.
Ze werd steeds geïrriteerd en vroeg na een half uur of het nog lang duurde voor Mr. Wu eindelijk eens kwam. Oh, hij zit vast in Hongkong, antwoordde Casper. Met een blik waarmee je een vrouw van in de 40 uitlegt dat Sinterklaas niet bestaat. In 2005 kreeg Reinders het verzoek om in Las Vegas een nieuwe Jimmy Woo te beginnen. Hij had al toegezegd. Er hingen grote billboards met de aankondiging van Jimmy Woo Las Vegas. En ineens kreeg Casper het benauwd. Nu ben ik niet meer vrij, schoot het door me heen. Toen heb ik het maar geweigerd. Amsterdam style. Een Jimmy Woo zal Casper Reinders nooit worden. Mercedes, ja. Was jij er al in 2003? Ja, ik was 11. Je was 11? Nee hoor, ik was er nog niet. Nee. Helaas niet. Hé, hey, en waar zitten we op? We zitten gewoon op 1,5 meter voor een lege bar op fitnesstoestellen. Ja, ja, dit is de bovenverdieping van Jimmy Woo. Een club die al 17 jaar in Amsterdam is. Ja, en die nu... Ja, dat doen jullie niet voor je lol, denk ik. Dus daar zit normaal gesproken de sportschool, de leider van de meute. Ja, die zit daar inderdaad. En normaal zit inderdaad de leider daarachter. Namelijk de DJ. Ja, het is absurdistisch. Hè? Het is, hoe gaat het hier? Want met hoeveel mensen zijn jullie normaal gesproken? Staan op de loonlijst van Jimmy? Pak een beet. Ja, met een mannetje of 40, denk ik. 40? En, we zijn nu met 4. Ja. Oh, ja. Ja. En de persconferenties, hoe bekijken jullie die als je dat zo ziet? Is het dan te bibberen of zie je het wel aankomen? Oh, dat bibberen hebben we gedaan. Dat hebben we zo gedaan. Eerst was ik in paniek. We moeten 3 weekenden dicht. 3 weekenden. Hoe kan dit? En nu zit je bijna op 10 maanden. Ja. En wij weten gewoon, bij ons gaat het heel lang duren. Dus godzijdank. Ja, heeft ze dan wat. Optie. Hey, en wat de clientele. Ik schreef hier in 2003 de hip Healthy and Wealthy. Wat is jullie publiek nu in deze tijd? Ja, in deze tijd mensen in sportbroekjes, maar... Nee, normaal zijn we natuurlijk een beetje de bloedplaats van creativiteit ook wel echt. Heel veel jonge mensen die net uitgaan, die echt het nachtleven komen ontdekken. Maar ook mensen die hier echt al 17 jaar komen. Ja. Die vanuit Amerika, Azië, die weer aan een tafel gaan zitten hier en toch weer echt Jimmy Woo komen beleven. Hey, en die creatieve, want dat is ook een sector, daar zitten natuurlijk heel veel freelancers bij en zo. Dat is ook, die bulken ook niet meer echt van het geld in deze tijden. Nee, ik denk dat onze eigenlijk de grootste zorg is straks. Ik vind het fantastisch en ik kijk er zo naar uit als we weer open mogen. Maar er is ook heel weinig geld nog te besteden. Ja. Er is geen toerisme. Ja, en wat dan? Houdt het nachtleven van Amsterdam dat uit? Ik denk dat een beetje de grootste vraag is die bij ons allemaal, alle clubs in Amsterdam, die daar speelt. Ja, dat hoor je inderdaad overal. Het bruisende van de stad. Of het dat behoudt. Ja, die nachtvinders. Ja. Ja. Laten we dat niet vergeten, want dat maakt Amsterdam zo mooi. En als je dat kapot maakt, worden we dan allemaal een soort feestkroegen. Ja. Ja, leuk om daar een paar van in de stad te hebben. Maar laten we die 25 echt grote clubs alsjeblieft houden zoals het is. Ja, en dat het weer hier niet alleen donker is, maar dat er in plaats van fitnesstoestellen gewoon weer mensen aan de gin tonics. En zo zitten. Flessen. En aan flessen, de flessen achter de bar aangesloten. Kom op, tegen iedereen. Nou, ze staan in ieder geval al klaar. Ik wens jullie heel veel sterkte, houdmoed. Ja. En tot april of maart. Ik denk de zomer, maar we gaan ervoor. Oké, dag, dankjewel. Thanks.